Vandaag weer een echte aflevering Koffie met de Koning. De captain was ook leuk, met de koning is beter. Sorry Danny. Ja. We gaan dus even met Hans praten. Waar gaan we het over hebben? Natuurlijk over de vrije periode die even is geweest. De uitwedstrijd tegen Willem II, waar we lekker boven staan. Maar ook, wat is in godsnaam een bye in de beker? Dat allemaal in Koffie met de Koning. Met de koning, met een uitgeruste koning denk ik, of niet Hans? Je hebt het rustig aangedaan de afgelopen dagen. Ah, wel interland periode. En uiteindelijk hebben we die goed kunnen ingaan met de overwinning op Heracles. Ja. En dat geeft een stuk vertrouwen. Even teruggehaald in de arbeid en dan afgelopen maandag weer gestart naar een nieuwe week. Kun je herinneren dat jij 3 wedstrijden van het Grieks nationale team zo intensief gevolgd hebt? Ja, en zeker hoe, wat hij gespeeld heeft. Ja, lekker hè? En een goede goal gemaakt. Ja. En uiteindelijk woensdag gespeeld een halve. Ja. Dus dat is ook wel voor ons weer prettig, want dan is hij toch een stuk frisser. Dus we moeten even kijken hoe ze terugkomen. Hè? Want Pavlidis bij Willem II hebben hetzelfde. Ja, hetzelfde. Want ze strijden om de splitsen. We hebben natuurlijk over onze eigen Giacomakis. Zeker. Die begint tegen Cyprus. Die scoort tegen Cyprus. Hij begint op de bank tegen... Wat was dat eigenlijk? Moldavië of zoiets. Ja, maar daar wordt hij gewisseld. En mag hij invallen? Mag hij invallen voor Pavlidis? En hij start tegen de, wat was het? Slovenië. Slovenië. 0-0, dan wordt hij weer gewisseld voor Pavlidis. En aanstaande zaterdag staan ze tegenover elkaar. Hè? Dan is het VV Willem II. En dan, maar dan is het geen Giacomakis Pavlidis. Hè? Dan is het gewoon Willem II en VVV. Dan is het Willem II VVV. Nou goed, dat gezegd hebbende. Hij is natuurlijk lekker uit die interlandperiode komt. Ik bedoel, de ene keer zeg je, het zijn 3 wedstrijden, korte tijd. Maar als je zo uit die 3 wedstrijden komt, dat moet toch lekker zijn? Nou ja, we moeten hem nog zien. Hè? Ja, dat is waar. Hij is nog niet terug. Dan gaan we vanuit dat hij fris is, want we hebben best wel wat contact gehad onderweg. En uiteindelijk moeten we zorgen dat hij zaterdag er weer staat voor de ploeg. Ja. Want als je met zoveel vertrouwen, je bent international geworden. Je scoort. En je komt terug. En ja, weet lekker. Oké, en dan moet het ook weer de Jaco zijn die bij VVV moet functioneren. Zeker, want ja goed, hè, hoe je het ook wendt of keert. Die wedstrijd tegen Willem II, je zegt altijd, de volgende wedstrijd is de belangrijkste. Ja. En de volgende is tegen Willem II. Nou, want daar gaat het juist om. En iedereen roept al, ik had net ook nog wat interviews van, Willem II draait niet goed. Nou, dat is ook zo. Ze staan denk ik onder een niveau. Ja. Het is gewoon een hele goede ploeg met goede spelers. Hè? Maar oké, vertrouwen doet ook wel met een ploeg. Hè? Dus we moeten daar met z'n allen gewoon weer, en het zijn clichés, maar je moet er met z'n allen weer staan aanstaande zaterdag. Want het gaat gewoon om een wedstrijd die je zeker ook weer resultaat kan halen. Maar weet je, Willem II heeft gewoon op alle linies hebben ze gewoon goede spelers lopen. Dus we moeten echt aan de bak. We moeten echt aan de bak. Er staat ook gewoon een Grieks international in de spits, zeg ik dan maar. Ja, maar oké, we hebben de voorbereiding tegen gespeeld. Ja. Nou, dan was het 50-50. We hebben daar goede fases gehad, minder fases in de wedstrijd. Maar ook daarin weten we hoe ze gespeeld hebben. En Adrie Koster kennende. Raak ook niet snel in paniek met zijn staf. En die zullen ook daarin vertrouwen blijven putten. En zorgen dat ze ook die wedstrijd gaan omzetten naar winst. En dat willen wij ook graag. Iedereen vet? Iedereen aan boord? Ja, we hebben iedereen aan boord. Dus iedereen kan? Dus we hebben keuzes te maken. Ja. Dus dat is ook wel weer lekker. Ja, dat is ook wel eens lekker. Hè? En wat meer smaken voor jou? Ja, maar ook dat je je ploeg, als dat wat tactisch gevraagd wordt, dat je dan ook poppetje voor poppetje kan doen. Dat je niet hoeft te schuiven in linies. Dus dat is wel prettig. Zaterdag tegen Willem II, zaterdag nog iets. Ja, alweer unieks, want corona doet rare dingen met competities. Maar ook met de beker. Ja. We gaan dus met 23 teams de pot in. Daarvan hoeven er maar 14 te spelen. Mm-hmm. 7 potjes, 7 keer 2 is 14. En 9 vrij. En 9 krijgen een bye, zoals dat mooi heet. Een bye in de beker. Maar dan vraag ik me af, hoe doen ze dat dan met degene die zeg maar tegen de amateurs zouden spelen? Die stromen in, hè? Ja. Dat zijn die 9 extra. Die zou ik dan in die pot van 14 stoppen. Ja, sowieso, want jullie hebben al geen wedstrijd daarom, gespeeld. Dus, maar zou je dan ook PSV, Ajax, AZ en Feyenoord in die pot stoppen, want die waren tot nu toe vanwege de UEFA-verplichtingen ook al vrij. Vind jij dan ook dat die juist wel in het potje moeten? Want dan ben je er al bijna, dan ben je al met 13. Daarom, maar weet je, hoe ze het ook doen, het is altijd verrassend en we laten ons verrassen. Eerst Willem II en dan de loting. Dat staat dus op het programma. Zaterdag uit naar Willem II.
En ik mag het niet zeggen, maar ik zeg het toch, Hans luistert niet meer. Het wordt gewoon een duelletje. Pavlidis tegen Giacomakis. We gaan zien wie dat gaat winnen. Met 's avonds warme balletjes, koude balletjes, geen balletjes. Misschien krijgt VV wel een baai. Op naar Willem II, op naar de achtste finale in de beker. Dit was Koffie met de Koning.